Dan moet ik even kijken hoe ik het gas hier binnen krijg. Dus komt hier zo. Hier zo komt het gas. En dan is hier een half slab. En dan komt hier de pistons met de bloks. Zodat je zo'n deur omhoog. En dan, het wordt zeg maar een zanddeur. Dus zeg maar als je dan. Dan gaan de onderste pistons gaan aan. En dan zijn allemaal sticky pistons, behalve de laatste. Zeg maar, dan heb je. Oh, dan heb ik wel meer slijmbakkers nodig. Maar de deur komt dan later wel, als we die gaan maken. In dat geval. Zorg even dat gras hierin kan verspreiden. Dus laten we dit eventjes zo. Doen we even zo. Dat het gras hierin kan verspreiden. Dus. Hebben we een driepad. Deze kan weg. Oh. Die kan weg. En die kan eigenlijk weg. Zodat we hier zo. Want hij moet wel drie breed blijven. Pad. En daarnaast gaan we zeg maar een houten omleiding doen. Zeg maar. Even kijken. Maar bij de stairs gaat het zo worden. Dat je hier. Even kijken. Hier. En dan. Even kijken. Hier zo en. Hier zo. Dus dan dit. Nee, dat klopt niet helemaal. Nee, dat gaat eerder zo. Dat je dit idee krijgt, denk ik eerder dan. Ja, dit gaat hem dan denk ik worden eerder. En misschien dan dit nog verplaatsen met hout. En dan krijg je bijvoorbeeld. Dan moet deze muur ook nog een klein stukje naar achteren. Of die hoeft niet per se. Nou, die kunnen we straks nog wel weer terugbrengen. En dan even kijken. Dat deze niet connect met de muur. Zoals deze ook niet. Deze connect niet meer. Deze nog wel. Zodat je dit zo een beetje weghaalt, weet je wel. Zo. Zal even de sterren pakken. Ik heb precies 6. Dus zeg maar dat het er zo uit komt te zien. To the bedroom. Zeg maar een beetje kindisch, een beetje raar uit komt te zien. Oh, ik heb weer framed op. Dat je zo heel makkelijk zo omhoog kan lopen. Naar je bedroom. Zo. Snap je? Ik zie het best wel leuk uit eigenlijk. Dat we daar nog wat dingen mee gaan doen. En ik wil de plek ook niet gaan oplichten met torches. Ik ga denk ik een beetje naar de. Ik weet niet of jullie het kennen. Ethos Lab kant. Hoe de designs eruit zien. Hij is heel goed met redstone. Dus dat ben ik niet. En dat komt denk ik later dan wel. Even kijken. En dan. Hier gaan we weer verder. Zo loopt het pad dan. Zo. En dan heb je. En ik zal even het hout zo aan de zijkant doen, zodat je weet hoe het eruit ziet. Ik zal dan waarschijnlijk hier zo nog in zo'n ding doen. En dan begin ik met het hout. Zo. Dan heb je hier nog een ster. En dan heb je hier nog een. Dan heb je hier nog zo'n ding. En dan gaan we weer verder met. Hout. Zo, snap je? En dan is dit allemaal gras. Het ziet er best wel mooi uit op zich als je het allemaal afmaakt. En dan gaan we hier verder met hout. En hier is nog hout. Dus, kom op gras. Verspreid. Verspreid. En dat we even reeds even moeten gaan farmen. Zodat we straks wel genoeg hebben. Ja. Wauw. Ik stop even de recording om even van die lek af te komen. Oh, het is nu alweer goed. Jezus, hé. Dat was veel lek. Normaal speel ik gewoon. Ik record nu op 60 frames per seconde. Oh. Ik record nu op 60 frames per seconde. Normaal speel ik op 127 of zo. Maar.
Hij had even een frame drop naar 12 of zo. Dat is echt heel erg. Oh. En ik moet dat nog een keertje vervangen met gewoon even zand plaatsen. En ik denk dat ik gewoon dit voor decoratie gewoon laat staan, weet je. Zo, dat alles straks helemaal gegroeid is, dat ziet er wel mooi uit, denk ik. Even kijken, even een cheap ingang heb ik nog. Kom op, groei! Come on, grow already. Dus, we gaan even verder met dit uitleggen. Dus we gaan even verder zo. En ik ga weer terug, echt. Sorry jongens voor deze lag. Dus krijgen we hier weer een kleine ster, krijgen we dan hier. Dus even kijken. Dus krijgen we hier zo de half slabs. En hier de half slabs. Hier ga ik beneden ook nog wat maken hoor. Is maar niet bang. Hier zo, dat komt later wel. Dat integreer ik wil later in het design. Even kijken, doe even zo. Deze moet dan zeg maar weg. Zo. Misschien moet ik alle blokken één ding naar beneden. Zien. Ja, dat ga ik even proberen. Ik moet even een X bij me hebben. Volgens mij ga ik alle woeblok. Weet je, het is dus nu een beetje uitproberen hoe het eruit komt te zien, weet je. Want je gaat door je hele ding ga je het gebruiken. En dan wil ik wel dat het er gelijk mooi uitziet. Want anders. Ik zal even nog even wat dirt meenemen. Want ik wil wel graag dat het mooi uitziet, snap je? Want anders lopen de eten tegenaan en dan gaat het verkeerd. Want ik denk dat ik dan. Want dit kan nog wel. Dit wil ik wel zo, maar dan wil ik deze denk ik eentje naar beneden nog. Even kijken. Even mijn voet nog even weg. Kijk, dan moet ik even kijken. En dan kan deze ook nog eentje naar beneden. Zo, met een. Met de ster erop. Even zo. Ik hou ervan hoe die eentje erboven komt, zoals hier en hier. Maar ik vind niet mooi dat. Ik vind niet mooi hoe dit gelijk is, snap je? Oké, wat is mooi jongens. Of misschien kan ik dan deze misschien nog, zeg maar, zo doen. Als voorbeeld. Die of die andere. Misschien prefer ik deze nog wel. Dan. En of we nou met grass is green. Dus kijken wat voor een plane zitten we hier. We zitten hier in Extreme Hills. Het is gewoon groen gras is dat. Het is gewoon zulk gras is dat dan. Laat me even weten jongens. Ik haal deze nog even weg voor tijdelijk. Of als je niet wist, je moet half slabs weghalen met je. Oh, maar mijn blokjes kunnen wel in de.
half slaps gaan zitten. Dus dan ben je het zo kwijt. Dus jongens, laat even weten hoe je het eruit wil laten zien. Zo of zo. Als ik het zo zie, vind ik die wel eigenlijk nog wel mooi. Maar dat zien we zo wel. Daar zat ik hier dus ook tegenaan tekenen. Even kijken. Dus het gaat gewoon eentje erboven blijven. En dan hier zo weer naar beneden. En dan hier weer eentje naar beneden. Ja. Ja. Ja, zo moet hij dan. En dan moet het hier ook zo. Kijken. Hierheen. Hierheen. Ik heb hier eentje te veel gedaan. Ja. Kijken. Ik moet straks even hout gaan maken eigenlijk. Oké, hier. En dan. Kijk, dit is al heel erg hout consuming. Zo, dat is echt goed Nederlands is dat. Maar dan heb je ook wat. Weet je, ik vind het best wel mooi uitkomen te zien als dat allemaal straks gras is. Ja, dat gaat wel goed komen, denk ik. En dan komen we hier weer met dirt. En dit wordt natuurlijk ook weer dirt. Of dirt crest. Het is nacht. Even die dicht doen. En dan maak ik de rest, zeg maar, maak ik dan allemaal smooth, zoals deze dingen. En dirt gewoon aan de zijkant, maak ik dan gewoon smooth stone. Snap wat ik bedoel. En dan moet ik nog een beetje gaan kloten met de rest. Ik denk dat ik hier beneden dan de farms maak. Count chicken farm misschien. Kijken hoe het met mijn wheat ziet, want jullie hebben het nog nooit gezien. Ik zag ook nog niet hoe het echt helemaal volledig werkt. Even kijken. Oh, bijna. Dat gaan we wel redden in deze episode. Of in deze marathon. Dus we moeten even eigenlijk eventjes dag maken. Maar we hebben geen bed. Dus wat we gaan doen. We gaan naar buiten sprinten. Nee, dat gaan we niet doen. Ik zal even het pad gewoon aan blijven leggen. Volgende nacht gaan we misschien naar buiten. Ik ga gewoon even verder met het pad. Dus, dan komen we hier zo uit. Kunnen ze hier niet naar binnen eigenlijk? Ja, ook. Ik dacht dat ik een spider met een skeleton op mijn rug hoorde. Een spider joggy hoorde. Ik hoor allemaal water. Ik vind het eng. Ik vind het eng gewoon. Even kijken. En dan komen we hier uit. En dan moeten we eigenlijk een bocht maken. Om hier zo uit te komen. Even kijken hoe gaan we dat doen. Maken we zo'n bocht. En dan komen we hier zo op uit. Dus zeg maar dat het dan. Ik maak hem nog eentje breder. Dat is dan zo. Dan is dit zo groot. En dit moet ook nog doorgaan. Maar dit wordt een beetje moeilijk. Dus hier gaan we waarschijnlijk een spiral staircase maken. Maar dit ziet er wel goed uit zo, denk ik. Even kijken. Ja, het ziet er wel goed uit zo. Ja, dat komt wel goed. En dan maken we hier denk ik een, zeg maar, een spiral staircase. Van... Kijken. We moeten even kijken hoe we eruit komen, want dan gaan we één blokje naar beneden per twee.
Dus dan wordt het zeg maar vanaf hier dan komt het dan. Dus dan gaan we 1. Kom hieruit, hieruit, hieruit. Oh, dat komt wel, denk ik, best wel mooi uit, hoop ik. Misschien moeten we dan nog een beetje uithakken van hoe we dat helemaal uitleggen. Even kijken, dus even, en dan ga ik straks even dingen verplaatsen, denk ik. Of dit gravel even weg, zodat we het kunnen verplaatsen met... Of ik zal even de rest even uithalen met... Smoothstone. Dus ik inzien. Want we hadden veel smoothstone. Dus dat komt mooi uit. Zo. Even kijken. We gaan al de muren vervangen met smoothstone. En de grond als het nog niet mooi genoeg is. En ben je al aan het verspreiden, jongen? Ja. 1 blokje. Snel, jongens. Jongen, nee. Maar ik dacht dat ik een bed had. Dacht ik. Of ik dat verkeerd? Ik dacht serieus dat ik een bed had.